Goedemorgen, lieverd. Vandaag nog even verder over het mooie boek van Louise Hay, Je kunt je leven helen. En iets dat zij aanhaalt in haar boek. Het universum steunt ons volledig bij elke gedachte die we kiezen te denken en te geloven. Het universum steunt ons volledig bij elke gedachte die we kiezen te denken en te geloven. Isn't that right? Dus bijvoorbeeld, ben jij iemand die denkt dat het glas altijd half leeg is, dat er geen mogelijkheden zijn, alleen maar frustraties, problemen, angsten? Of denk jij dat het glas altijd half vol is, dat er van alles mogelijk is, dat er verschillende opties zijn? Dus dat is wat daarmee bedoeld wordt, hè? Dus het universum steunt ons volledig bij de gedachten die we kiezen te denken en te geloven. Hè? Hè, Tommy? Tommy is er ook weer even bij vandaag. Hè? Tommy! Wat een vriend, hè? Dus ja, wij zijn vrij om te geloven en te denken wat wij willen. En de vraag is dan wel, wat brengt het ons, hè, die gedachte? Brengt het ons iets positiefs of brengt het ons iets negatiefs? gedachten zijn heel belangrijk om mooie dingen te manifesteren. Een ander voorbeeld misschien. Ja, over een parkeerplaats. Hè. Oh, ga ik die parkeerplaats nu wel vinden? Oh, dat gaat hier allemaal vol staan. Hè. Overal, het is het druk. Ik ga geen plaats vinden. Hè. Wat gaat er dan gebeuren, denk je? Ik heb dat dus echt al uitgetest. Hè. Ik heb mij daar bewust op geconcentreerd. En gezegd van, ik vind een parkeerplaats in no time. Hè. Ik vind hier direct een mooi plaatsje om te parkeren. Ook al is het ergens heel druk. Hè. En lap, en voilà. Die parkeerplaats, die is er gewoon. Ik daag jullie uit om het ook eens te proberen voor jullie zelf. Ook met rode lichten. Hè. Ambetante rode licht, verkeerslichten bedoel ik. Hè. Ik zeg dan altijd groen, 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 groen. En tegen dat ik er ben aan die lichten, dan is het groen. Echt waar. Dus ja, ik daag jullie echt uit om dat eens uit te testen. En ja, erbij stil te staan. Dat jij wel elke gedachte mag kiezen en denken en geloven. Maar dat dat ook zijn effect heeft. Hè? Want het universum gaat niet ingrijpen in jouw gedachten en wat jij gelooft. Het universum laat u gewoon doen. Maar alles is energie. Hè? Alles is een vibratie. Alles is een frequentie. Dus probeer er eens bij stil te staan. Wat elke gedachte creëert. Eigenlijk. Hè? Ik ga het daarbij houden, een kort videootje vandaag. Nog veel ander werk te doen. En ik zie jullie volgende keer terug. Hè. Dag, fijne dag.